Goedenavond. Sint Helena, 5 mei 1821. Om 3 uur 's middags ontving Hudson Lowe, de Britse gouverneur van Sint Helena en de man die aangesteld was om Napoleon daar vast te houden, een bericht van de Britse legerarts Arnott, waarin deze liet weten dat de situatie van Napoleon verslechterde. De pols kon niet meer gevoeld worden en het lichaam begon af te koelen. Het kon hoogstens nog een paar uur duren. Om 5:30 volgde er weer een bericht. Het gaat slechter, de ademhaling is gehaaster en moeizaam. Nog geen 30 minuten later volgde het beslissende bericht. He has this moment expired. Napoleon was dood. Hij stierf in de vroege avond om 6:11, terwijl de zon onderging. De Fransen die hun keizer gevolgd waren in zijn ballingschap en in de jaren op het eiland een kleine hofhouding hadden gevormd, knielden bij het veldbed waarin Napoleon zijn laatste uren had doorgebracht. De klokken in het hele huis werden stilgezet. Welkom bij deze avond, georganiseerd door SPUI 25 in samenwerking met de Faculteit der Geesteswetenschappen, over Napoleon, over de man en over de mythe ook vooral. Hij is 200 jaar dood, dat is de aanleiding voor deze avond. We gaan spreken over de man en de mythe. Mijn naam is Johan Kuiper. Ik zal straks nog iets vertellen over die laatste periode van Napoleon op Sint Helena. En daarna gaan we luisteren naar schrijfster Elfie Tromp. Zij schreef de bundel Victorieverdriet, waar Napoleon niet alleen op het omslag stond en staat, maar ook voorkomt in de gedichten. Daarna zal Maurice Seleki van het Amsterdam Museum iets vertellen over Napoleon aan de hand van stukken uit het museum. Verheug ik me erg op. En vervolgens zal ik met twee historici in gesprek gaan, met Nieke Pas en Jeroen van Zanten, over de invloed van Napoleon in de laatste 200 jaar in Frankrijk, in Europa en misschien wel in de wereld. Tot slot zal klassicus Diederik Burgersdijk een column voordragen waarin hij zijn eigenaardige fascinatie voor de Franse keizer tegen het licht houdt. En dat wordt een mooi slot, denk ik. Vervolgens is er ruimte voor u ook om nog wat vragen te stellen. U kunt er tijdens de avond de vragen stellen in de chat die u onder in beeld ziet. Dat houden we een beetje bij en aan het slot van de avond kunnen we dan een aantal van de vragen beantwoorden. Dat zal ik begeleiden. Maar eerst gaan we nog even terug naar Sint Helena. Het is een eilandje in de zuidelijke Atlantische Oceaan. Het is van vulkanische oorsprong en het ligt 1900 kilometer van de Afrikaanse kust. En dat is gelijk het dichtstbijzijnde vasteland in de omgeving. Het is enorm afgelegen. Het is iets kleiner dan Texel, om een idee te geven van de grootte. En in 1815, toen Napoleon daar aankwam, woonden er ongeveer 4000 mensen op het eiland. Daar kwamen 2500 militairen bij om de man te bewaken, want hij werd daar echt dag en nacht in de gaten gehouden. De geallieerden in Europa waren er echt niet gerust op. Nadat Napoleon een keer teruggekeerd was van Elba, gingen ze er niet nog een keer op wagen. Hij werd echt dag en nacht in de gaten gehouden door een groep van 100 manschappen die echt bij zijn huis stonden. Twee schepen voeren voortdurend rond het eiland. Eén met de klok mee, de ander tegen de klok in. Ook was er een speciaal communicatiesysteem opgetuigd met gekleurde vlaggen. En een van de codes die ze hadden was: Napoleon is ontsnapt. Napoleon verbleef uiteindelijk 5,5 jaar op het eiland. En deed in die 5,5 jaar, voor zover wij weten, geen serieuze poging om van het eiland af te komen. Al vrij snel had hij een ander strijdplan ontwikkeld. Hij zou zijn tijd op Sint Helena gebruiken om zijn naam in de geschiedenisboeken in een zo gunstig mogelijk licht te brengen. Hij schreef zelf niet, maar zijn volgelingen noteerden gulzig wat hij zei.
Na Napoleons laatste strijd was er een waarin hij uitblonk. Zijn hele leven lang had hij de waarheid vertekend en daar voordeel mee gehaald. Het is niet zo dat die prestaties van Napoleon allemaal zo waardeloos waren. Ik bedoel, er waren een hele hoop dingen die erg indrukwekkend waren aan deze man. Maar hij was er ook een meester in om ze nog gunstiger voor te stellen. Dat begon al vroeg, op Corsica, en ging zijn hele carrière door. Hij liet zich schilderen door de schilder David in een heroïsche pose, die u misschien op de aankondiging gezien hebt. Dat is het moment waarop hij de Alpen overstak. In werkelijkheid zou hij op een beetje een knullig ezeltje de Alpen zijn overgestoken en helemaal niet heroïsch op zo'n paard. Of niet wat koud, had hij grote jas aan. En op het schilderij heeft hij een prachtig uniform aan, dat met een wapperende cape in de wind. Hij wist het mooi te draaien. Ook knoeide hij bijvoorbeeld met verkiezingsuitslagen, ook als hij ze gewonnen had. Probeerde het toch nog in een gunstiger licht te brengen. Napoleon was een meester van de propaganda. En waar hem op Sint Helena zijn troepen en zijn macht was afgepakt, kon hij nog met één wapen strijden. Zijn vermogen om een verhaal te maken en de waarheid te verbuigen in zijn voordeel. Al snel had hij door dat de positie waarin de geallieerden hem brachten, dat die uit te buiten was. Tegen Albin de Montholon, aan wie hij op een gegeven moment zijn memoires dicteerde, zei Napoleon eens, citeer ik hem: "Ik heb de keizerskroon van Frankrijk gedragen en de ijzeren kroon van Italië. Maar Engeland heeft me nu een grotere en roemruchtere kroon geschonken. Want het is de kroon die gedragen is door de verlosser, een doornenkroon. Alle onderdrukking, elke belediging maakt mijn glorie alleen maar groter. En aan de kwellingen waaraan ik door de Engelsen word onderworpen, zal ik het stralendste deel van mijn roem te danken hebben." Nou, dan moet er ook iemand de boeman zijn. En dat was Hudson Lowe, de gouverneur op het eiland. Vrij gezagsgetrouwe, beetje kleingeestige man. Maar gewoon die ook zijn werk daar deed. Hij deed dat heel nauwgezet. En Napoleon manoeuvreerde die man in de rol van beul. In zijn testament schreef Napoleon: "Ik sterf voor mijn tijd. Vermoord door de Engelse oligarchie en zijn ingehuurde moordenaar." Geen kleine woorden. In de dagen na zijn dood, dus in de vroege meidagen van 1821, werd er een autopsie uitgevoerd. De conclusie was maagkanker. Er is later een hele hoop over te doen geweest. En nu is de consensus wel weer dat het toch maagkanker was. Er werden twee dodenmaskers gemaakt. En bijna de hele eilandbevolking passeerde het lichaam van de oude keizer. Op 9 mei werd hij begraven, in een vallei met een kleine bron, in de schaduw van een paar treurwilgen. Over wat op zijn graf moest komen, werd men het niet eens. De Fransen uit zijn gevolg wilden dat er Napoleon kwam te staan, zijn keizerlijke naam. En Hudson Lowe, de Britse gouverneur, drong aan op het toevoegen van de naam, de familienaam Bonaparte, Napoleon Bonaparte. En daarmee zou dan zijn keizerlijke status teniet gedaan worden. Uiteindelijk bleef het graf naamloos. Maar met het begraven van het lichaam is de legende niet ten grave gedragen. Integendeel, Napoleons propaganda had gewerkt. In de jaren direct na zijn dood hadden de memoires, opgetekend door zijn volgelingen, grote impact in Frankrijk en heel Europa. Maar het waren niet alleen de trouwe volgelingen die met hun memoires het verhaal van Napoleon maakten. Schrijvers in heel Europa droegen bij aan de mythevorming. De romantiek was in deze periode op haar hoogtepunt. En dat heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen. Heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de manier waarop Napoleon is neergezet. Hoe zijn verhaal opgepakt is en zijn mythe vorm kreeg. De Italiaanse dichter Alessandro Manzoni schreef als reactie op de dood van Napoleon in 2 dagen het werk Il Cinque Maio. Een ode waarin hij de overleden Napoleon afbeeldt als een heroïsche en bovenmenselijke figuur. Bovendien maakt hij de vergelijking met Christus. En dat is een vergelijking die in de jaren die volgen steeds vaker gemaakt wordt. Net als Christus had Napoleon geleden. Hij was een martelaar.
en kon de dood gezien worden als de verlossing waarmee hij onsterfelijk werd. Goethe, niet de minste op dat moment, die ook Napoleon nog ontmoet heeft. Goethe vertaalde dit gedicht naar het Duits en de volstrekt door Napoleon bedwelmde Heinrich Heine trapte de Engelsen nog eens na en schreef dat hoewel Engeland de heerser was over de wereldzeeën, er in die zeeën niet genoeg water zou zijn te vinden om de zonde weg te spoelen. De lijst met bewonderaars van Napoleon in de 19e en 20e eeuw is eindeloos en bevat allerlei soorten mensen. Politici zoals Churchill, filosofen zoals Nietzsche, die in hem een voorbeeld zag van hoe je als mens kon leven. Dictators. We kunnen Bokassa noemen in de 20e eeuw, die zich in een Napoleontische ceremonie tot keizer van de Centraal-Afrikaanse Republiek kroonde. Hij kroonde ook zichzelf, zoals Napoleon dat had gedaan. Maar ook, dat is geen bewonderaar misschien, maar Adolf Hitler in juni van 1940, toen hij Parijs had ingenomen, heeft ook een bezoek gebracht aan de graftombe van Napoleon. De lijst is eindeloos. Bevat ook kunstenaars, halve garen. Het is een eindeloze lijst. Iedereen heeft een beeld van Napoleon. En eigenlijk voor bijna iedereen geldt dat het beeld van Napoleon niet gestoeld is per se op de historische waarheid, maar op de verhalen, op de mythes die zijn ontstaan rond deze figuur. Bovendien is het idee wat je over Napoleon hebt ook vaak politiek geladen. Er is een revolutionair beeld, een democratisch beeld van Napoleon. En er is de keizer, de monarch. Van links tot rechts, het hele politieke spectrum, vindt onderdelen in Napoleon die ze kunnen gebruiken. En daardoor blijft het gesprek over hem ook zo lang voortgaan. Nou, hoe moeten we deze man nu herinneren? Is het een genie, een halfgod die aan de basis stond van een moderne Europa? Of is het toch die overijverige driftkikker? Die vrouwonvriendelijke man die de slavernij weer in probeerde te voeren? Is het het bloeddorstige monster, het archetype dictator? Of de ultieme self-made man? De werkelijkheid ligt ergens verborgen in het verleden en is bijna niet meer terug te vinden. Gaan we vanavond ook niet doen op die manier. We gaan het hebben over dat verhaal wat Napoleon is geworden en op de invloed die dat verhaal heeft gehad. De werkelijke fysieke Napoleon is misschien wel voor eeuwig verborgen in de geschiedenis. We gaan als eerst luisteren, voordat we verder gaan praten, naar gedichten van Elfie Tromp. Deze bundel, ik hou hem nog even omhoog, want hij is prachtig. Elfie, aan jou het woord. Hallo lieve mensen. Het is vreemd, want ik kan alleen mezelf zien en niet jullie. Maar ik dacht, ja, de luxe van zo'n Zoom-gesprek is dat ik jullie even mee kan nemen naar mijn uit de hand gelopen... Ja, laten we het maar een soort altaar noemen, want heilig was die man allerminst. Maar inspirerend wel. Hier zie je mijn voormalig hondje. Als Napoleon, Napoleon op zonne-energie, de parfum van Napoleon. Het is mij over de jaren heen allemaal gegeven. Er is nogal wat paraphernalia te vinden. En nu is er ook poëzie over Napoleon. En dan denken jullie, ja, wat heeft zo'n vrouwtje als ik nou wat te vertellen over Napoleon? Nu wel, Napoleon en ik zijn nogal opdringerig. Eigenlijk zeg ik als ik deze bundel laat zien dat in mij net zo'n boos mannetje schuilt. Want Napoleon en ik zijn mateloos. Mateloos in de liefde. Napoleon had het ook over landsgrenzen. Maar goed, ik heb het te druk met schrijven. Dus dat laat ik aan andere mensen over. En de poëzie die drong mij op toen mijn hart werd gebroken. En ik weet nog heel goed dat ik aan de landsgrenzen lag op een bank mijn miserige leventje te overdenken. En toen luisterde ik de podcast Het Hart van Napoleon van Radio Clara. Fantastische podcastserie over zijn liefdesleven en zijn liefdesbrieven. En vooral hoe hij zich soms wekenlang
opsloot, tot suïcidale gedachten werd gedreven als de liefde niet ging zoals hij wilde. En toen dacht ik, ha, daar ben ik. Nou ja, het is misschien grootheidswaanzin om jezelf met Napoleon te vergelijken, maar hey, hier ben ik. Het eerste gedicht wat ik met jullie wil delen heet Napoleon was ook een fetischist. Het jasje van Napoleon heeft jouw maat. De stevige stof, het diepe blauw met gouddraad, het zou je goed staan. Je was jeugdkampioen worstelen. Dat neemt niemand je meer af. Ook al win je nu geen medailles meer, maar meisjes. Napoleon was ook een fetischist. Hij hield van kostuums en rollenspel. Ik lik je oksel en je zegt, dat is een goede move. Een echte worstelaar heeft spiergeheugen. Zijn armen vergeten niets. Willen altijd vasthouden of veroveren. Nou ja, het ging er natuurlijk redelijk decadent aan toe in de tijd van Napoleon. Natuurlijk ook zijn grote liefde Josephine, waar hij volgens sommige mensen toch ook wel zijn enorme succes aan te danken heeft. Ja, was gedrenkt niet alleen in alcohol, maar ook in luxe voedingswaren en groots uitbundige buffetten en diners met de belangrijke der aarde om plannetjes mee te smeden. En ja, men zegt wel eens liefde gaat door de maag, maar ik geloof dat liefde zelf ook door de maag gaat. Het is een delicatesse, een vreemd soort ja, gevoel waarvan we hebben besloten, dit is zo uitzonderlijk dat dit wel het meest ultieme is. En nu zat ik met een geliefde in een restaurant en er werd iets over mijn pasta geschaafd. En het leek een beetje op stof. En toen zei de ober, dat zijn vlokken van tonijnharten. En dat was een delicatesse. En nou ja, poëzie zit in de kleinste dingen, zelfs in de stofvlokken van de delicatessen. En daar komt dit gedicht vandaan, Umami. In grotten aan de kust drogen tonijnharten. Wiegend aan stokken in zilte wind, delicatessen in de maak. Je zet een slakke klem op mijn tong, proeft of ik al op smaak ben. Deze hitte is bitter, gejaagd spoel je alles met azijn. Wie liet ooit melk gisten? Eieren begraven, harten wiegen. Ja, dat zijn zo van die vragen. Wie is er ooit begonnen met dat spel van de liefde? En hoe kom je er vanaf? Mijn god. Napoleon was natuurlijk een man die vele veldslagen en harten overwon, maar ook verloor. En daar gaat dit gedicht over. Want ook in die veroverdrift, ja, wil je ook wel eens gewoon gaan zitten en denk je, wanneer is het nou eens over? En dat idee dat het over kan zijn, dat je je over kan geven, dat kan een enorme opluchting geven, in transit. Mijn polsen zijn omgevallen wachttorens. In onbestemd gebied, er werd ooit hevig om gevochten. Nu zijn de graven overgroeid. Her en der rookt een rebellenleider een gebarsten pijp. Ik volg de aderlijnen op mijn kaart van vel. De schaal is 1 centimeter op 10 jaar. 2 schuine strepen. En ik ben op mijn bestemming. De koffers laat ik in de gang. Wat een opluchting om zonder bagage te vertrekken. Er is naar mijn weten 1 ander gedicht in de Nederlandse literatuurgeschiedenis over Napoleon. En dat is geschreven door Gerrit Kouwenaar. Dat heet Elba. En dit is zowel een ode als aan Elba, of aan Gerrit Kouwenaars Elba, aan Napoleon, als aan de man van mijn hart. Victorieverdriet.
Ik ben altijd alleen als ik je schrijf. De woorden waarmee ik je overwon werden op een eiland geschreven. Waar ik nauwelijks nog mens was. Verover woede slaat, eenmaal ingelost om in victorie verdriet. Was dit nou alle ophef waard? Een paar meter stenen, modder en gras had me bijna mijn leven gekost. Het is grootsheidswaanzin om mezelf met Napoleon te vergelijken. Het is grootsheidswaanzin om Napoleon te zijn. Voor jou doe ik mijn bloedjas uit. Ik ben meer dan de achterkant van een heer. Het snavelhondje ligt op mijn schoot. 100 titels draag ik over. Je mag eruit kiezen om onder andere Napoleon te zijn. Dankjewel. Back to you, Johan. Yes, dankjewel, Elfie. Prachtig. Ik ga hem nog één keer omhoog houden. Victorie verdriet en het verscheen bij De Geus. En Elfie, je bent ook te zien als dichter in drag op Instagram en YouTube. En in het najaar speel je je voorstelling weer in theaters. Dus daar kijk ik ook naar uit. Dankjewel voor je gedichten. En heel graag gedaan. Een verzameling Napoleontische voorwerpen. Luisterijen. Ik kan niet wachten op de andere sprekers, dus ik ga lekker luisteren. Ga lekker luisteren. We gaan door naar Maurice Leeky van het Amsterdam Museum. Maar hij is ook schrijver. Schreef de romans Ego Faber en Een tragedie in New York. Maakt podcasts. Nou, wat doet de man eigenlijk niet? Maar hij heeft ook een grote fascinatie voor Napoleon. Al bijna zijn hele leven, kunnen we wel zeggen. En Maurice, fijn dat je er bent. En jij gaat ons meenemen eigenlijk het museum in op een bepaalde manier, hè? Nu dat niet helemaal kan. Zeker, ja. Het is een beetje een digitale manier. Ik heb nog wel uit mijn persoonlijke collectie nog een Napoleontische steek, om nog even te laten zien, die ik ooit heb gekregen. Maar ik neem jullie inderdaad mee op een korte digitale tour door de collectie van het Amsterdam Museum. En dan met name natuurlijk gefocust op Napoleontische stukken die wij in het museum hebben. Dus ik zal ook nu even mijn scherm delen. En jullie daarin meenemen. Goedenavond ook, dames en heren, thuis. Deze presentatie heet Napoleon in het Amsterdam Museum. Dat is natuurlijk ook bewust zo gedaan. Er is over niemand zoveel geschreven, of tenminste bijna over niemand zoveel geschreven als over Napoleon. Dus het is ook altijd heel lastig om dan nog een dimensie toe te voegen die mensen nog niet kennen. En daarom hebben we een hele bescheiden bijdrage. En dat is natuurlijk wat Napoleon in het Amsterdam Museum betekent. Het Amsterdam Museum is het Stadsmuseum van Amsterdam sinds 1926, gevestigd in de historische binnenstad van Amsterdam, het Burgerweeshuiscomplex. En wat wij hier eigenlijk doen is dat we het verhaal vertellen over het verleden van de stad en ook over het heden van de stad. Dit is overigens de oudste kaart van Amsterdam. Onze collectie bestaat uit ruim 100.000 objecten, kunst- en erfgoedobjecten. Denk daarbij aan schilderijen, aan meubels, aan wapens, aan mode. Een ongelooflijk rijke en diverse collectie die eigenlijk dus ook van de stad Amsterdam is, dus van alle Amsterdammers. En in beheer is bij het Amsterdam Museum, en waarin we eigenlijk alles verzamelen van honderden jaren geleden tot zo ongeveer de 20e eeuw en inmiddels ook steeds meer hedendaagse kunst. Ook Napoleon is aanwezig in de collectie op allerlei verschillende manieren. En we gaan eigenlijk nu een aantal hoogtepunten, zou je kunnen zeggen, Napoleontische hoogtepunten uit onze collectie aan jullie presenteren en met jullie delen. Een deel van die hoogtepunten kun je trouwens ook straks weer zien in het Amsterdam Museum, zodra we weer open zijn. Maar een ander deel is in depot, helaas. Dit is niet de officiële naam, maar we hebben dus in het museum een zogenaamde Napoleon Corner. Dat zijn eigenlijk mijn woorden. Die corner, die hoek met Napoleontische objecten, is te vinden in onze vaste presentatie Amsterdam DNA, waarin we eigenlijk het verhaal van de geschiedenis van de stad en de ontwikkeling van de stad vertellen. Je ziet hier dus inderdaad dat in die periode van 1789, Franse Revolutie, en 1795, de Bataafse Republiek, en op dat moment eigenlijk natuurlijk ook de invloed van Frankrijk op Nederland,
Dat we precies in dat punt van de tijdslijn zijn gearriveerd. En er zijn ook een aantal voorwerpen waar we wat nadere inspectie op gaan plegen. Nou, we zien bijvoorbeeld een schilderij van Lodewijk Napoleon door Charles Howard Hodges. En Lodewijk Napoleon was natuurlijk een van de broers van Napoleon. Toch een enigszins tragisch figuur, zou je kunnen zeggen. Napoleon die heeft de beste man koning van Holland gemaakt. Zoals hij dat ook wel vaker deed met andere familieleden. Die eigenlijk de vazalstaten van Frankrijk gingen besturen in naam van Napoleon. En Lodewijk Napoleon is in die zin tragisch dat hij eigenlijk maar heel kort koning van Holland is geweest, van 1806 tot 1810. Hij was ook getrouwd overigens met Hortense, dat was de stiefdochter van Napoleon, de dochter van Josephine Beauharnais, de grote liefde van Napoleon. En ze hebben ook trouwens een kind gekregen en dat had eigenlijk de opvolger van Napoleon moeten worden en zo, dat werd eigenlijk al een beetje zo gezien. Maar deze Lodewijk Napoleon is eigenlijk maar heel kort koning van Holland geweest. En dat was met name omdat hij die rol heel serieus nam. En eigenlijk ook echt het beste wilde voor de Nederlanders. En dat was eigenlijk een beetje in tegen het zere been van Napoleon in. Want die wilde eigenlijk dat Lodewijk Napoleon de belangen van Frankrijk met name behartigde. Nou, we zien hier dus ook een discussie. Die gevoerd wordt tussen Napoleon, de keizer hè, inmiddels sinds 1804, en zijn jongere broer Lodewijk Napoleon. En dat gaat dus eigenlijk over die Hollandse onafhankelijkheid. Nou, en uiteindelijk weten we dat Lodewijk Napoleon dat pleit helaas niet zal winnen voor hem. En Napoleon lijft Frankrijk dan ook in bij het Franse keizerrijk. Ook dit schilderij is van het Amsterdam Museum of in beheer van het Amsterdam Museum. Wat gebeurt er dan eigenlijk hè? Als Napoleon dus Nederland inlijft bij het Rijk, bij het Keizerrijk? Nou, hier zien we dus ook trouwens een marmeren borstbeeld van Napoleon. We weten dat Napoleon zichzelf natuurlijk ook een beetje modelleerde naar de klassieke oudheid en bepaalde grootheden, Alexander de Grote, maar ook Caesar. En dat zie je op allerlei mogelijke manieren terug. Niet alleen in de keuzes voor de titulatuur, zoals het consulaat, maar ook het keizerrijk. Maar ook dus in bijvoorbeeld de architectuur, in mode, in haardracht. En hier zou je kunnen zeggen dat Napoleon zich als een soort Caesariaanse figuur laat vereeuwigd door Antoine Denis Chaudet. Dit is overigens een bruikleen van het Rijksmuseum. En te zien dus in die Napoleon Corner van het Amsterdam Museum. Ook in die corner is te zien een keizerlijke adelaar. Ook, dit is in feite toch een soort van verwijzing naar die Romeinse tijd. Een persoonlijk symbool van Napoleon. Hij had ook natuurlijk de bijen, maar ook die keizerlijke adelaar die kwam terug. En deze adelaar was eigenlijk bevestigd op een ereboog. Die is opgesteld voor de intocht van Napoleon in Amsterdam op 9 oktober 1811. Napoleon die besloot op een bepaald punt ook Nederland te bezoeken en Amsterdam ook te bezoeken. Nederland was natuurlijk dus net ingelijfd bij dat Rijk in 1811. En Napoleon heeft een hele lange tocht door Nederland gemaakt richting Amsterdam. Hij is in allerlei verschillende plekken geweest. Ook in wat minder tot de verbeelding sprekende plekken wellicht. Bijvoorbeeld zoals Oosterhout in Brabant. Maar ook dus daar Amsterdam. En Amsterdam was ook belangrijk omdat het de derde stad na Parijs en Rome was van het Franse Keizerrijk. Nou, wat we hier zien zijn de zilveren stadsleutels van Amsterdam die aan de keizer werden aangeboden door burgemeester van Brienen. En dat zien we dus hier. Dit is ook een belangrijk werk, de intocht van Napoleon. Daar ga ik overigens zo dadelijk nog veel meer over vertellen, op 9 oktober 1811. Dit enorme schilderij van 6 bij 4 meter toont dus de feestelijke intocht, de blijde intocht werd dat ook wel genoemd, van de Napoleon als keizer in Amsterdam. Wat we hier ook nog op zien is dus dat die stadsleutels op een rood fluwelen kussen worden aangeboden door de burgemeester van Brienen. We zien allerlei generaals en vermoedelijk ook maarschalken in groot tenue, hoogwaardigheidsbekleders. Ook op rechts een hele grote groep mensen, juichende menigte. We zien daar ook een zuil met daarop het wapen van Amsterdam natuurlijk en die keizerlijke adelaar en een laurenkrans.
En op de achtergrond zien we ook een groot gebouw. Dat is vermoedelijk het paleis op de Dam zo te zien. Met ook een Franse driekleur. En daar zoomen we later ook nog op in. Dit schilderij is gemaakt door Matthäus Ignatius van Bree, een Antwerpse schilder. Ook echt vlak eigenlijk na die intocht. De schilderij is overigens gepresenteerd 2 jaar na de intocht in 1813 in Hotel de Grand, wat nu Hotel de Grand is, maar dat was toen het stadhuis. Nou, dit is de route van Napoleon bij die tijdens die blijde intocht die hij heeft afgelegd. Dus hij is echt vanuit oost richting de paleis op de Dam getrokken. Dus een hele interessante route die hij daar af heeft gelegd. Hij is overigens 2 weken in Amsterdam gebleven en hij was niet alleen, hij had veel entourage bij zich, waaronder ook zijn tweede vrouw, Marie-Louise, dochter van de Oostenrijkse keizer, die hem dus ook de opvolger moest schenken, want dat was de reden waarom hij van zijn grote liefde eigenlijk, Josephine Beauharnais, was gescheiden. En dat zou ze ook doen, Napoleon II, hertog van Reichstadt, die helaas nooit keizer is geworden. Of ik zeg helaas, maar voor Napoleontische liefhebbers nooit keizer is geworden. Ook dit schilderij is geschilderd door Matthäus Ignatius van Bree. Dit is dus echt de keizer die aankomt op de Dam. Met hele grote Franse vlaggen. Ook op wat we nu kennen als het Koninklijk Paleis. Maar destijds natuurlijk ook een keizerlijk paleis. Overigens Lodewijk Napoleon heeft daar dus een koninklijk paleis van gemaakt. En daarvoor was het natuurlijk het stadhuis van Amsterdam. Een van de grootste gebouwen ook uit de 17e eeuw. En daar valt ook nog heel veel over te vertellen. Interessant is ook dat in het koninklijk paleis ook nu nog heel veel Napoleontische meubelstukken te vinden zijn. In de empire stijl. Napoleon heeft hier ook overigens gelogeerd. Hij is dus 2 weken gebleven. Hij heeft tijdens zijn verblijf, Napoleon kennen we natuurlijk als iemand die razendsnel eigenlijk van alles doet. Hij heeft ook weer in die 2 weken heel veel gedaan in Amsterdam. Hij heeft onder andere Felix Meritus bezocht. Hij heeft, daar heeft hij een bal bij gewoond samen met Marie-Louise. Hij heeft de Schouwburg op het Leidseplein bezocht. Hij heeft Fort Pampus geïnspecteerd en ook de Oranje-Nassau-kazerne. Hij heeft op de grachten gelopen. En hij heeft toch wel zijn mark in Amsterdam achtergelaten. Nou, nog even terug naar dit schilderij. De intocht van Napoleon dus op 9 oktober 1811. Dus eigenlijk ook echt nog maar een paar jaar voordat Napoleon natuurlijk ook ten val komt. Maar hier dus op het hoogtepunt van zijn roem, zou je kunnen zeggen. En van zijn macht ook. Dit schilderij is ook wel interessant, want het heeft niet altijd de plek gehad in het Amsterdam Museum wat het tot onlangs had. Het is eigenlijk in 2011 weer opnieuw van uit het depot gehaald, gerestaureerd. En dat is gebeurd met een hele grote crowdfunding, waarbij de donateurs 51.000, dus het Amsterdamse publiek zou je kunnen zeggen, €51.000 heeft ingelegd om de restauratie ook mogelijk te maken. Dus in 2011 was het natuurlijk ook precies 200 jaar nadat Napoleon die intocht in Amsterdam deed. Dit is dus een gigantisch schilderij. Dat zie je dus ook eigenlijk. Het is een van de grootste schilderijen uit onze collectie. Zie je ook op deze foto's. En toen het schilderij gerestaureerd en wel vanuit het depot naar het Amsterdam Museum. Het depot zit in Amsterdam Noord. En het Amsterdam Museum, het Burgerweeshuis, is natuurlijk in het centrum. Toen het werd vervoerd, was het eigenlijk ook echt een Napoleontische opgave, zou je kunnen zeggen, om het schilderij in het museum te krijgen. Dit is een foto van de lijst. Ook dat was nogal een opgave, handgemaakte, speciaal vervaardigde lijst. Een enorme operatie die uiteindelijk tot een goed einde is gebracht en dat ook heel veel publiciteit heeft geleid. En wat interessant is om te vermelden, dat het schilderij op dit moment eigenlijk dagen geleden of 2 weken geleden inmiddels weer is ingepakt en is naar het depot terug is gebracht, omdat het Amsterdam Museum binnenkort gaat beginnen aan een nieuwe tentoonstelling over de Gouden Koets. En dan wordt de hele Amsterdam Galerij, die gratis te bezoek was, in het teken van Gouden Koets kunst gezet. Dus helaas, het schilderij is niet meer in het echt te bewonderen, maar wellicht komt dat in de toekomst nog goed. We weten dat het, en dit is eigenlijk het laatste werk wat ik met jullie wilde delen, dat het natuurlijk niet zo goed is afgelopen met Napoleon. Hij heeft de
de keuze gemaakt om Rusland binnen te vallen met de Grand Armée, het grootste leger tot op dat moment ooit gezien, bestaande uit tienduizenden, honderdduizenden soldaten, uit een multinationaal leger, Fransen, maar ook Nederlanders, die betrokken waren bij de inval van Rusland. Dat liep allemaal natuurlijk niet goed af. Nadat de Russen zich steeds verder terugtrokken, Moskou weliswaar was ingenomen, maar ook de Russische winter was ingevallen, moest de Grand Armée terugtrekken. En toen zaten de Russen en vooral ook de Kozakken hen natuurlijk weer op de hielen. Nou, die Franse winter, de Russische winter, dat was natuurlijk ook een hel. Echt, de verhalen die we daarover horen, die ook in die podcast trouwens prachtig, die Elfie net benoemde, worden verteld. Echt, kippenvel krijg je ervan. Die Russische winter heeft dat Franse leger dus echt genekt. En wat je hier ziet is dus eigenlijk de Berezina, een rivier, waar Nederlandse ingenieurs, onder leiding onder andere van die kapitein Bentin, aan pontonbruggen bouwen om het Franse leger, terugtrekkend leger, de gelegenheid te geven om zich snel terug te kunnen trekken voor de Russen. Dit schilderij is gemaakt door Sir Lawrence Almatada en gaat op reis. En ook wel eigenlijk toepasselijk, want de cirkel is daarmee wel weer rond. Het schilderij reist in juni naar Corsica als bruikleen voor een grote nieuwe tentoonstelling, Napoleon le Grand. En natuurlijk ook dat in het kader van de 200ste sterfdag van de keizer. Tot zover. Dank Maurice voor je tour door het museum. En we zijn ook een beetje door Napoleontische geschiedenis gegaan. We hebben van alles voorbij zien komen. En ik heb heel veel zin om weer naar het museum te gaan. En vooral die Napoleon Corner die mij nog niet eerder was opgevallen. Maar die toch eens even goed te gaan bekijken. Ja. En ik ga ervan uit dat je nu verder gaat luisteren met je steek op, toch? Zeker. Ik zet de camera uit, maar de steek op. Dankjewel Johan. Heel veel succes aan het programma. Dank je. Dan gaan we nu verder met Nick Pas en Jeroen van Santen. Een kleine introductie. Nick Pas is universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Richt zich op Franse contemporaine geschiedenis. En is auteur van een reeks boeken, waaronder een biografisch portret van de huidige Franse president met de titel Macron en de Nieuwe Franse Revolutie. En ook schreef hij De Razende Republiek. Waarin hij beschrijft hoe het huidige Frankrijk verbonden is met haar verleden. Welkom, Niek. En dan hebben we daarnaast nog Jeroen van Santen. Senior lecturer moderne geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Promoveerde in Leiden op de politieke cultuur in Noord-Nederland ten tijde van het koningschap van Willem I. En publiceerde een 600 pagina's tellende biografie van koning Willem II. De held van Waterloo. En in 2015 verscheen Waterloo 200 jaar strijd. Toen was het 200 jaar geleden dat de slag bij Waterloo plaatsvond. En dat is een boek dat Jeroen van Santen maakte met Ben Schoenmaker en Jurien de Jong. Welkom, heren. En ik zou eigenlijk willen beginnen met die mythe van Napoleon. Om daar eens even heel kort iets over te zeggen. Met elkaar. Want hij is, dat hebben we net ook gehoord, voor ieders karretje gespannen. Waaronder ook inmiddels het karretje van Elfie Tromp. Maar door iedereen gebruikt en misbruikt in de afgelopen 200 jaar. Is die historische figuur wat jullie betreft nog te vinden? Of is hij helemaal afgedekt door verhalen? Wie mag ik als eerste het woord geven? Ja, ik wil daar wel iets over zeggen. Ja. Jeroen. Wat heel erg veel terugkomt in... Er zijn ontzettend veel biografieën over Napoleon geschreven. En bijna elke conclusie van zo'n biografie schrijft de biograaf van... ik heb de echte Napoleon niet gevonden. Jacques Presser is een mooi voorbeeld, hè, die de biografie schreef tijdens de bezetting in Nederland in de jaren 40. En Napoleon vergeleek natuurlijk met grote dictators zoals Hitler en Stalin en grote mannen in de geschiedenis. Maar één kenmerk van Napoleon is gewoon zijn Januskop. Hè. Het is een man die meerdere gezichten heeft, twee minimaal, maar ook meer.
Maar wat hem zo interessant maakt in het algemeen, een metaperspectief, daar schrijft overigens Chateaubriand zelf ook, hè, die Macron noemde hem nog in zijn speech, maar Chateaubriand is een belangrijke tegenspeler van Napoleon, als je Napoleon wil begrijpen. Schrijver en restauratiepoliticus. Wat Napoleon interessant maakt op metaniveau is dat Napoleon in zijn kern een man was die politiek was, maar modern. En ons liet zien, voor het eerst in de geschiedenis, dat je van een bescheiden afkomst, vanuit een bescheiden situatie, hoog kan stijgen. En dat is een perceptie van de moderne mens. De verwachtingshorizon van de mens was voor de Franse Revolutie en voor Napoleon beperkt. Als je in Oosterhout of in Delfzijl geboren werd, stierf je vaak ook in Oosterhout of in Delfzijl. En wat Napoleon zichtbaar maakte, was dat de moderne mens, zeg maar, zijn verwachtingshorizon kan oprekken. En daarmee zijn eigen leven, zijn eigen lot aan zelfbeschikking kan doen in de liefde. Zoals Elvie zei, maar ook als het gaat om het slagveld. Maar ook als het gaat om zijn rol in de staat, zijn politiek, zijn hervorming. En dat maakt hem aan de ene kant iemand waar we tegenop kijken, hè? Omdat we graag zelf ook in onze heldfase de held van ons eigen leven willen zijn en onze eigen dromen en verwachtingen willen verwezenlijken. Maar aan de andere kant maakt het hem ook eng, want het is hem gelukt in zekere zin. En in zijn zelfverwezenlijking is hij ook heel destructief geweest. En dat maakt hem zo fascinerend op een metaniveau. Dus niet alleen als historisch figuur, maar ook als een soort van type moderne mens die wij in de geschiedenis terug kunnen vinden. Waar we van kunnen leren, maar ook waar we een waarschuwing van krijgen in feite, van zijn lot. En dat maakt hem denk ik nog steeds interessant. Ja. Het is toch ook de ultieme sociale stijger. En het verhaal van Napoleon is in ieder geval, dat lijkt erg op een American Dream, zullen we maar zeggen. Hè? Iemand die inderdaad van vrij bescheiden komaf, een beetje verarmde adellijke Corsica uitschopt tot keizer, zichzelf tot keizer kroont. Het is een aantrekkelijk verhaal. Ook iets dat in Frankrijk nogal doorwerkt. En Niek, heb jij daar gedachten over? Nou ja, ik sluit me aan bij wat Jeroen zegt. Het is als personage ook iemand die natuurlijk in zijn zelfreflectie ook heel modern is. En eigenlijk misschien ook wel steeds moderner wordt. Hè, als je het hebt over beeldvorming. Annie Jourdain heeft daar natuurlijk nog een heel mooi boek over geschreven een aantal jaar geleden. Het is een personage als personage dat fascineert, hè, omdat hij inderdaad ook alles heeft gewonnen, zou je kunnen zeggen, maar ook alles heeft verloren. Ja. Dus dat daar zit natuurlijk ook een spanningsveld in het historische overstijgt, hè, ook van universele waarde is. En het is natuurlijk iemand die niet alleen zijn plek heeft in die Franse geschiedenis, hè, waar je dan vraagt, Johan, in de jaren dat hij er is, maar ook daarna. Hè, ja. Dus dynastiek gezien is hij heel duidelijk aanwezig. Denk aan het Second Empire, het Tweede Keizerrijk, van zijn neefje Napoleon III, de kleine Napoleon. In de jaren 1850, 1860. Wat ook, en dat is heel interessant, bij uitstek verbonden is met het idee van het moderne. En ook letterlijk de moderne samenleving, modernisering, moderniseringswens. Tegelijkertijd ook heel omstreden. We zien de Napoleontische erfenis en de omgang daarmee in het Republikeinse Frankrijk is heel problematisch. Dat geldt voor het Tweede Keizerrijk ook. Dat is lange tijd natuurlijk volstrekt niet serieus genomen door historici. Daar is inmiddels gelukkig wel verandering in gekomen. Dus op die manier zie je dat hij echt aanwezig is, hè, in die Franse omgeving. En natuurlijk als grondlegger van Franse instituten, wetgeving, codificaties, instanties, politieke en maatschappelijke structuren. Dus er is ook, zeg maar, met een heel mooi Frans woord, groent. Napoleon is er wat dat betreft. En je kunt er ook niet omheen. En hoe zie jij dan, daar ben ik wel erg benieuwd naar, want je kunt Napoleon altijd zien als iemand die toch
de waarde van de verlichting en van de republiek verder heeft gebracht. Hè. Het is geen, dat was duidelijk toch ook geen koning in de klassieke zin, omdat het ook zo iemand was van bescheiden komaf uit Corsica. Dus je kunt hem zien als een moderne figuur, als iemand die richting de moderne wereld gaat. Aan de andere kant, het is een man die zich tot keizer heeft gekroond, die een hele hoop waarden van de Franse revolutie ook weer teniet heeft gedaan. Een beetje een soort, hij keert ook weer op de schreden terug, zeg maar. In Frankrijk, het latere Frankrijk, heb jij het idee dat Napoleon een figuur is die voor de verlichtingsidealen staat? Of ja, is het juist een vrij conservatieve figuur? Nou, het mooie ervan is, daar komen we toch bij Dianus uit. De persoon is historisch en qua personage zo breed en zo diep dat iedereen daar wel iets in kan vinden. Je kunt die verlichtingserfenis wegvegen, maar je kunt hem er ook weer bij halen. Het mooie is, als je het debat in Frankrijk volgt de afgelopen weken over Napoleon, is dat het ook eigenlijk via de hele klassieke scheidslijnen gaat, links en rechts. Hè. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de media, een links dagblad als Libération moet daar niks van hebben, ja, van de Napoleon herdenking, terwijl het burgerlijk conservatieve Le Figaro gewoon smult van de herdenking, hè. Kan er geen genoeg van krijgen. En op die manier is Napoleon een incontournable, hè. Ik bedoel, hij is er en hij zal ook niet weggaan, en dat is natuurlijk ook voor historisch wel weer interessant. Maar op die manier is hij absoluut aanwezig. En het ligt er maar net aan wat je ermee wil. Welke kant je ermee uit wil, denk ik. Als geïnteresseerd of als criticus. Er is voor iedereen wel wat te halen. Ja. Ja, nou ja, maar als je zegt dat het toch vooral de conservatieve blok met hem wegloopt, dan lijkt hij inmiddels wel in dat kamp beland te zijn, zeg maar. Waar Napoleon in de 19e eeuw toch ook door links of in ieder geval progressieve denkers en politici wel omarmd werd, hè? Ja, nee, maar dat element is zeker aanwezig. Hè. Dat zie je natuurlijk ook bij Macron. Macron heeft natuurlijk zelf ook ergens Dianus kop. Hè. En vertegenwoordigt ook dat enerzijds, anderzijds. Hè, het en même temps, de en même temps benadering. De tegelijkertijd en benadering van Macron. Ja. En volgens mij, hij is ook een modernist. Tegelijkertijd ook conservatief, behoudend. Enfin, dus je vindt daar, zeg maar, datzelfde spanningsveld, dat natuurlijk op een bepaalde manier ook heel moeilijk te definiëren is, vind je daar ook wel weer in terug, denk ik. En het is natuurlijk een bij uitstek iemand die je kunt gebruiken om politiek mee te bedrijven. Dat is natuurlijk ook wat er op dit moment gebeurt in Frankrijk. Hè? Ik bedoel, Macron heeft ervoor gekozen om niet de commune te herdenken, 150 jaar geleden, de grote opstand in Parijs. Mm-hmm. Nee, maar om 200 jaar Napoleon te herdenken. Wat voor hem eigenlijk geen van zijn voorgangers heeft aangedurfd, hè, op Pompidou na. Die hebben zich daar niet aan willen branden. En Macron gebruikt dat dus. En waarom gebruikt hij dat dan? Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met de politieke omstandigheden in Frankrijk en de komende presidentsverkiezingen. Ik bedoel, dat kun je daar niet los van zien. Dus het wordt ook gebruikt. En Napoleon is natuurlijk ook iemand, en die erfenis, het gedachtegoed, enfin, wat de man voor staat, de politicus, de staatsman, die je daarvoor kunt inzetten. Ja, en het is natuurlijk ook, Napoleon is ook een belangrijke, geeft ook belangrijke lijnen aan als het gaat om de positie van Frankrijk in Europa en de wereld. Toen Frankrijk bezet raakte en de Gaulle vanuit Londen, zeg maar, probeerde het verzet te organiseren en zeg maar de Fransen, het Frankrijk te bevrijden, riep hij ook, zeg maar, het Napoleontische verleden op. Om zeg maar de Fransen, zeg maar, weer trots te laten zijn op hun eigen verleden en identiteit. Na de Tweede Wereldoorlog werd ook zeker de Napoleontische verleden gebruikt om ook Frankrijks positie in Europa centraal te stellen, hè, dat hele Europese project. Maar ook om Berlijn natuurlijk te vernederen. Hè.
Voor de Fransen is, als je even heel snel door de Franse geschiedenis wandelt, de laatste echte grote overwinningen die de Fransen op het slagveld hebben geboekt, die waren onder Napoleon. De rest van alle oorlogen die ze daarna hebben gevoerd, hebben ze verloren na Waterloo. Hè. La glorieuse défaite, dus het grote verlies. En dus voor Fransen is Napoleon in die zin toch ook wel een van de punten in de geschiedenis waar omheen nationale trots is georganiseerd, maar ook nationale ongemak, zoals wij met de Gouden Eeuw hebben, hè, met slavernij en et cetera. Die hoogtijd in de geschiedenis, die zijn altijd lastig als het gaat om nationale geschiedenis, wat je daarmee doet. En je ziet nu bijvoorbeeld weer, hè, vandaag stond nog in de krant dat Franse ambtenaren, hoge ambtenaren in overleg in Berlijn, bijvoorbeeld de inkoop van Pfizer hebben tegengehouden, omdat ze toch graag ook de Franse farmaceutische industrie willen meelaten denken. Pfizer is natuurlijk een Duitse firma. Hè, dus je ziet dat Napoleontische denken, dat de Franse nationalisme, is ook verweven met Napoleon. Dus ik denk dat Macron daar ook om. Dus het is altijd, heeft het een boodschap, ook in de hier en nu. En een van de meest geslaagde biografieën, ik heb hem hier naast me liggen, ik heb het boek echt verslonden, is van Steven Englund. Er zijn zo ontzettend veel biografieën verschenen van Napoleon, dat je houdt het niet meer bij. Maar Steven Englund heeft zijn biografie ook als ondertitel gegeven, A Political Life. En aan het begin zegt hij van ja, ik had heel graag een mooi boek over Napoleon geschreven, hè? Dat jongensverhaal. Ja. Over vrouwen, over oorlog voeren, over slagvelden, en over grootsheid, et cetera. Alle grote paradoxen in het leven. Maar uiteindelijk schrijft hij een heel ingewikkeld boek, waar ontzettend veel filosofie en sociologie en cultuurwetenschappen in terugkomt. En uiteindelijk schrijft hij, hij noemt dat zeg maar een inleiding misplaatst. Aan het eind van zijn boek schrijft hij de inleiding pas met zijn vraagstelling. En hij zegt van ja, ik ben erachter gekomen dat Napoleon is gewoon in essentie politiek. Als je het over Napoleon hebt, heb je het over politiek. Altijd is er een tegenstelling, altijd is er een toe-eigening, altijd is er een geheime agenda, altijd wordt Napoleon geïnstrumentaliseerd voor iets in het hier en nu. Dat vind ik een ontzettend mooie verklaring, hè? Dat Napoleon eigenlijk in essentie is van wat wij als een politiek mens zien, hè? Dus, als een politieke kwestie. En dat is eigenlijk ook het antwoord op je vraag van daarnet, en wat eigenlijk Nico ook al zei, is dat Napoleon zowel links als rechts aanspreekt. Hè? Want we zitten nu in een tijd dat bijvoorbeeld de rekening van de coronacrisis ligt bij de jeugd. Nou, als één iemand in de geschiedenis de jeugd heeft aangesproken, is het Napoleon wel. Vele jonge, talentvolle mensen hebben zich aan zijn regime verbonden. Hebben kunnen stijgen, zijn voor hem gesneuveld. Dat is ook wat Chateaubriand hem zo kwalijk neemt. Hè? Dat hij de fleur van de Franse natie heeft. De Franse natie heeft zelfmoord laten plegen, zegt Chateaubriand letterlijk. Dat is een moment wat heel interessant is. Want zeker ook in Frankrijk is juist ook altijd politiek en jeugd en progressiviteit. En dat heeft Napoleon na die Franse revolutie natuurlijk onwijs goed gedaan. Dat hij de jeugd en de belofte aan zich bond, hè, en ze perspectief gaf. En dat is iets wat in progressief Frankrijk natuurlijk altijd ook in hem gewaardeerd is. En wat conservatief Frankrijk weer lastig vindt. Dus zo zie je maar dat Napoleon zowel door progressief links als door rechts gebruikt wordt in de politieke zin. Ja, in die zin lijkt hij ook op figuren als Nietzsche of zo, hè? Die ook door het hele politieke spectrum gebruikt en misbruikt is. Echt ook door iedereen. Dat geldt voor Napoleon ook, maar ik heb bij Napoleon ook toch sterk het idee dat hij ook die tegenstelling in zichzelf heel erg had. Nou, daar hadden we het net ook al even over. Het is natuurlijk een man die vooruit keek en vernieuwing bracht en de jeugd aansprak. Tegelijkertijd iemand die terugkeek naar de klassieke oudheid, naar de Romeinse wereld. Iemand die toch na de Franse revolutie toch een keizerrijk gesticht heeft en daarmee weer terug gaat naar een hele klassieke vorm. En ook allerlei hertogen ging benoemen en zijn broers en zussen, of naar zijn broers vooral, op de tronen in Europa zetten.
dat is weer buitengewoon conservatief. Dus die twee kanten, die Januskop, die blijft wel fascineren. Hebben jullie het idee dat er ergens spoedig meer duidelijkheid komt over Napoleon? We hebben nu de afgelopen weken de discussie zien oplaaien. Ook weer de thema's die we in deze tijd belangrijk vinden. Slavernij, vrouwenrechten komen dan voorbij. En dan wordt Napoleon weer eens even opnieuw onder de loep genomen. Vooral in Frankrijk, maar ook internationaal. Ik vind het zo... iedere tijd doet iets met Napoleon. Hè? En het is een spiegel van de tijd ook, zo'n figuur. Maar wat ik nou zo boeiend aan vind, is dat in Frankrijk verwacht je toch niet helemaal dat zo'n icoon aangevallen wordt. Omdat het zo'n onderdeel is van de nationale traditie. Dat weet ik niet. Dat is juist ook die Franse traditie volgens mij. Hè? Dat voortdurende debat wat op het scherpst van de snede wordt gevoerd en alle kanten uitvliegt. Wat heel rijk is en wat ook een heel mooi voorbeeld is, denk ik, van historisch debat. Ik zou heel graag willen dat het debat zoals het afgelopen week is gevoerd in Frankrijk, dat ik dat kon inzetten in mijn colleges. Want ik vind het een schoolvoorbeeld van historiografie, van denken over vandaag en hoe dit soort figuren worden ingezet, gebruikt, misbruikt. Heel rijk. Dus ik vind het juist heel erg Frans, zeg maar. En ik denk ook dat niet snel zal verdwijnen. Overigens kleeft dit volgens mij niet alleen aan Napoleon, maar je ziet dit ook rond andere persoonlijkheden uit de Franse geschiedenis, of dan bepaalde koningen zijn, of iemand als Charles de Gaulle. Dus je kunt dat wel, er zijn wel meer van die stippen aan te wijzen. Nou, je ziet het ook heel mooi in de Derde Republiek. Hè? Jean Charest die vermoord is aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Ja. Door een Bonapartist ook nog in Parijs. Nadat hij uit Brussel terugkeerde omdat hij een algemene staking wilde organiseren om de Eerste Wereldoorlog te stoppen. Jean Charest gebruikte Napoleon heel vaak in zijn redenvoeringen, zijn beroemde redenvoeringen in het parlement, als een contrafiguur. Napoleon is niet alleen, is ook een contrafiguur in die hele Franse democratie en de vorming van de Franse politieke cultuur en Frankrijk, maar ook in andere landen. In Nederland is Napoleon heel lang, zeker ook in de 19e eeuw, ook een contrafiguur geweest. Als je kijkt naar onze eerste twee koningen, Willem I en Willem II, die buitengewoon bewonderaars waren van Napoleon, om verschillende redenen. Willem I, omdat het een administratieve fetischist was. Die vond het heerlijk wat Napoleon aan cijfertjes allemaal opschreef. En Willem II natuurlijk, omdat hij zichzelf als een held zag en ook de militaire aspecten. En overigens, bij de dood in 1821 van Napoleon noteerde koning Willem, dan prins Willem II in zijn dagboek van een van de grote hopen, een van de grote richtinggevers van de Europese jeugd is heen gegaan en heeft geen kans gekregen. Ook als contrafiguur is het blijft het elke keer bij elke periode weer een interessant iemand. Juist wat Nick ook zei, omdat het een canvas is waarin je allerlei politieke, sociale kwesties kan projecteren. Of het nou slavernij is of omgang met koloniaal erfgoed, hè? Want hij heeft natuurlijk Egypte leeggeroofd. Of het nu omgang is met het stelen van roofkunst überhaupt, want het hele Louvre stond vol met gestolen schilderijen in 1815, die terug werden gehaald door de Nederlanders onder andere. Of het nou ging om de rol van vrouwen en de positie van vrouwen, hè? De omgang met een van de eerste figuren in de geschiedenis die openlijk van vrouw wisselde. Hè? Dus, en daar ook een draai aan wist te geven. En zelfs daar de paus in Rome voor zijn karretje spande. Dus als contrafiguur blijft het gewoon een onwijs. En dat hetzelfde geldt voor... het is bijna raar om natuurlijk met hem met Hitler te vergelijken, maar Presser doet het.
Als wij het hebben over het kwaad in de geschiedenis, het wat we niet mogen benoemen, het blijkt bijna Harry Potter, we mogen het niet hebben over die en die en die, zijn naam moet gefluisterd worden, dan hebben we het vaak over Hitler en over de Holocaust. En dat soort contrafiguren, dat soort bad guys hebben we nodig, maar Napoleon is nu juist weer net weer daar een uitzondering op, omdat hij gewoon niet helemaal fout was en ook niet helemaal goed, waar we eigenlijk al mee zijn begonnen. Ja, dat maakt het dus, en daar komen we denk ik niet uit, Johan, vanavond. Nee, het is een charmante bad boy, zou je kunnen zeggen. Ja, het is. Dat er een hele hoop foute kanten aan zitten, dat is ook hartstikke duidelijk. Hey, hoe, Jeroen, denk jij dat, want daar, dat stipt je heel even aan, hè, maar de invloed van Napoleon, hè, de figuur Napoleon op die eerste Nederlandse koningen, Willem I, Willem II. Ik kan me zo voorstellen dat dat ook een hele lastige verhouding is, want de heren waren toch ook onderdeel van een restauratie in Europa, van een beweging tegen het Napoleontische erfgoed, zeg maar. Ja, nou ja, kijk, dat is natuurlijk heel interessant. Want Napoleon is zo'n breed figuur dat hij zeg maar de hele orgel kan bespelen. De politieke prins, zeg maar. Prins kon alle instrumenten bespelen. Hij kon alle politieke instrumenten bespelen. Willem I was een heel beperkte man. Die kon vooral de administratieve toets raken. Dus, nou, die heeft goed naar Napoleon gekeken en alles goed geadministreerd. Daar was hij heel goed in. Als alles maar op papier klopte, dan was het een blije koning. Willem II was een romantische, wat ongeduldige jonge man die aan zelfoverschatting deed. Overigens wel sympathiek. En waar die heel erg naar Napoleon keek, was het bespelen van de tijdsgeest. Dat Willem II tot een paar keer heel erg politiek heeft gedraaid. Dat had hij omdat hij heel goed de teksten van Mirabeau had gelezen en heel goed ook Napoleon had bestudeerd. En zag dat Napoleon een meester was om de tijdsgeest te proeven van tevoren. Hè. Dat Chateaubriand schrijft ook van Napoleon kon al ruiken of hij bij de zee was door de zilte lucht. Hij wist het voordat iedereen het wist, wist hij dat er kruid verschoten zou worden. Dus, en dat deed Willem II heel goed, dat hij zich richtte op de tijdsgeest en daar politiek probeerde gebruik van te maken. Nou ontbrak hem dat aan het finale talent. Maar dat zijn twee elementen die Napoleon beheerste. In zijn geheel was Napoleon in het hele politieke register. Dus het was een goed organisator. Het was iemand die goed de publieke opinie kon bespelen. Het was een performer, hè, een enorme performer die mensen aansprak, charismatisch. Het was een goede militaire strateeg. Het was logistiek iemand, briljant logistiek. Dus hij had de vaccinatie al lang geregeld. Als hij nu had geleefd. Dus dat maakte hem dus gewoon ook zo onwijs interessant. En ook zo'n aansprekend figuur. Ook voor mensen die helemaal aan de andere kant van het politieke spectrum stonden in de 19e eeuw. Nou, als ik daar even op mag inhaken, wat je dus ziet, Jeroen verwoordt dat heel mooi, maar Napoleon, daardoor krijg je dus ook een enorme humuslaag, hè? Een culturele humuslaag, waar een samenleving op kan gedijen, tot de dag van vandaag. En dat zie je in Frankrijk, maar ook internationaal. Hè? Dus boeken over Napoleon die door schrijvers en publicisten en wetenschappers in Nederland worden gepubliceerd. Hè? Van Presser in de jaren 40 tot Lotte Jensen een aantal jaren geleden. Martin Bril niet te vergeten. En je ziet het in Frankrijk ook. Hè? Dus hij is zo breed en hij is zo rijk daarin, cultureel gezien, hè? Dat een eerste minister als Dominique de Villepin boeken over hem heeft geschreven, die heel goed zijn ontvangen. Hij staat toch wat meer, zeg maar, conservatief, rechts van het midden. Maar ook een schrijver en een vrijzinnig denker als Patrick Rimbaud. Dus een trilogie over Napoleon heeft kunnen schrijven een jaar of 20 geleden, waarmee hij de hoogste literaire prijs van Frankrijk heeft gewonnen, de Prix Goncourt. Dus dat geeft aan dat het een vol en rijk object is. Ja, het is een wereld waar je in kunt leven, hè? Dat verhaal van Napoleon. En waar iedereen iets in kan vinden, waar hij mee uit de voeten kan of zo. Dat is,
dat is inderdaad heel erg interessant. Ik vond ook inderdaad, je noemde het even kort, het boekje van Martin Bril, die ook over Napoleon schreef, maar die ook vooral de gekte beschreef die om Napoleon heen hangt. Hè, de verzamelvoeder die er bestaat bij vele mensen, de mensen die hem nadoen, hè, de reenactors, die al die veldslagen worden tot in de treuren nagespeeld. Dat is ook weer een kant waar je naartoe kan en waar hele interessante dingen over te zeggen zijn. Ondertussen kreeg ik een vraag in de chat binnen, die misschien leuk is om eventjes te behandelen. En dat is namelijk, zou u naar een wet van Napoleon kunnen verwijzen die Napoleon kenmerkt als progressief? Ja, in natuurlijk gewoon het wetboek van Napoleon, wat de basis is geweest in Nederland voor de codificatie. Ja. Wat natuurlijk gewoon ons civiel recht en ons strafrecht heeft gebracht. En waardoor elk individu in Nederland beschermd werd volgens de wet. En heel erg goed sprekend voorbeeld is dat heel veel geschiedenissen van Duitsland beginnen ook met Napoleon. Omdat Napoleon door zijn modernisering van de staat en van de wetgeving eigenlijk Duitsland uit de middeleeuwen haalde. Hè? Dus de Duitsland was feodaal, verdeeld in allerlei kleine staatjes en prinsdommen. En Napoleon kwam daar en zag en overwon en bracht daar eigenlijk moderniteit in alles. Napoleon bracht ook modern in het onderwijs, ook in de financiële huishouding. Veel van onze... Oh, Jeroen valt even weg, geloof ik. Even kijken wie terugkomt. Nee, dat blijft even vastzitten, heb ik het idee. Ja, misschien de code civiel als uitgangspunt te nemen. Ik zat nog te denken aan een voorbeeld van een progressief element. Er is natuurlijk ook heel veel kritiek op gekomen dat die code civiel voor bijvoorbeeld voor vrouwenrechten weinig heeft betekend. Ja, dat klopt. Maar goed, er kan ook op worden gewezen dat bijvoorbeeld waar het ging om de verdeling van erfenissen, vrouwen er met de code civiel wel weer beter afkwamen dan voorheen. Dus daar zit het ook weer in de details. Maar goed, zoals Jeroen al aangeeft ook, het feit dat er gebouwd wordt aan een moderne staat met allerlei wetgeving en instanties, instituten op het gebied van onderwijs, ondersteunt die gedachte wel. Ja, ik krijg nog een vraag voor jou, Berenique, die misschien ook mooi is. Dat is de vraag of je nog iets zou kunnen zeggen over het verschil tussen Pompidou en Macron in een omgang met Napoleon. Pompidou is degene geweest die op Corsica, als ik me niet vergis, destijds gesproken heeft over Napoleon. En met name natuurlijk de 200ste geboortejaar herdacht. Macron staat dan dus aan de andere kant van die levenslijn, om het zo te zeggen. Macron is toch veel meer ook al in de lijn van Pompidou, natuurlijk ook. Heeft een complexe verhouding tot moderniteit, laat ik het zo zeggen. Hè? Dus Pompidou dat natuurlijk ook. Sterk cultureel geïnspireerd ook. Hè? Schrijver van gedichten. Napoleon had dat natuurlijk ook. Hè? Dat die culturele kant. En dat heeft Macron absoluut ook. Hè? Macron wilde ooit schrijver worden. Hè? Voordat hij de politiek in ging. Daar hebben we natuurlijk ook wel historische voorbeelden van. Dat het ook niet goed kan aflopen. Maar goed. In ieder geval. Ik denk dat dat de gemeenschappelijke fascinatie is. Ja. Verschillen. Zou ik zo'n 1, 2, 3 niet weten. Maar ik denk dat het vooral in die gemeenschappelijke fascinatie zit van het personage. Ja. Wat ik trouwens heel goed aan die speech vond van Macron, was dat hij zei van Napoleon hoort erbij. Wat wij natuurlijk tegenwoordig de neiging hebben, is onze geschiedenis te saniteren. En bepaalde
periodes of figuren of elementen uit onze geschiedenis te bannen. Maar dat heeft niet zo heel veel zin. En dat doet dat deed Macron dus heel bewust. En Niek zegt heel terecht, we hebben in Nederland daar een beetje ongemakkelijke zwart-wit idee of we gaan all the way, zeg maar, een inclusive history schrijven en bannen hoofdstukken uit ons nationale verleden uit die daar niet in passen. Of we ontkennen die moeilijke fases in onze geschiedenis of omstreden figuren. Dat is niet echt vruchtbaar. En wat Macron heel erg bewust heeft gedaan, hij zei letterlijk in zijn tekst, ja, Napoleon hoort er gewoon bij. Het is onderdeel van ons verleden, in al zijn facetten. Ja. En dat is heel Frans, wat Niek terecht zei. En dat is, is wel een omgang met geschiedenis die mij heel erg aanspreekt. En die in Nederland zeker ook in het wat gepolitiseerde Nederland waarin wij nu leven, hè, waar het dus met identiteitspolitiek lastig ligt, of je bent progressief of je bent rechts. Als historici en gewoon ook als burger kan je ook roepen, ja, ik heb even geen mening hierover, maar ik weet wel dat dit een hoofdstuk is wat bij ons nationale verleden hoort. Ik ga er even over nadenken, ik ga het even bestuderen en ik kom terug met een mening. En dat vond ik goed dat Macron dat een klein beetje deed namens de Franse natie. Nou, wat dat betreft is hij natuurlijk iemand die Napoleon, misschien ook een antwoord op een eerdere vraag van jou, Johan, die ja. Napoleon eigenlijk weer dichterbij haalt, hè? Macron, juist door deze herdenking. Hè? We hadden natuurlijk ook voor kunnen kiezen om dat allemaal heel low profile te houden. Dat is natuurlijk niet gebeurd. En op deze manier haalt hij natuurlijk Napoleon, hè, met die hele wolk waar we het net over hebben, weer naar de huidige tijd toe. En dat is natuurlijk buitengewoon spannend ook, omdat aan de ene kant zie je, hè, waar het gaat om de omgang, hè, neem die slavernij kwestie, dat is nu een van de grote kritiekpunten op Napoleon. Hè. Je mag hem niet herdenken, want hè, de man was fout, heel simpel gezegd. Dat is de felle kritiek vanuit links en extreem links in Frankrijk. Tegelijkertijd dus als je naar Macron kijkt, hè, dus hij haalt Napoleon naar zich toe, Macron is ook degene die het koloniale verleden van Frankrijk naar zich toe haalt. Juist met alle pijnpunten. Hè. Hij zegt ook van dat verleden hoort erbij. En ook daar zie je dat die Franse samenleving schuift, in beweging is. En Macron probeert daar toch ook de complete organist te zijn, hè, als het ware. Ja, je zou zelfs misschien kunnen zeggen dat hij probeert om de verhouding tot Napoleon en tot andere lastige ook onderdelen van de Franse geschiedenis een beetje te veranderen. En de verhouding tot Napoleon niet de ene is die van verering, maar wel van herinnering. En wel van dat is onderdeel van ons collectieve verhaal. Zeggen over of dat goed of fout is, of welke onderdelen daarvan een pluim verdienen en welke, waar we ons voor moeten schamen. Het is een hele delicate kwestie. Hè? Het is echt een balanceeract. En je zou kunnen zeggen, met Napoleon lukt dat, omdat Napoleon natuurlijk ook heel ver weg ligt. Hè? En heeft natuurlijk van zichzelf genoeg gewicht om De geschiedenis te overleven, om het zo te zeggen. En waar je zag dat het bijvoorbeeld helemaal misging, was met de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, even een zijspoortje, waarbij Macron probeerde om maarschalk Pétain, de held van Verdun, te eren en een podium te geven, terwijl diezelfde maarschalk natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog de collaborateur was met het naziregime, en onder zijn leiding tienduizenden Joden zijn afgevoerd. En daarvan werd ook, en dat ging dus niet. En dat was dus duidelijk een stap te ver. Het blijft voorzichtig zijn. Dat is in ieder geval een ding dat duidelijk is. Mag ik jullie allebei heel hartelijk bedanken. Jeroen, ik heb nog een hele korte vraag voor jou. Ik zag iemand in de chat die zei, welk boek bedoelde Jeroen van Zanten toen hij zei Napoleon is politiek? Dus of je die nog even omhoog wil houden? Ja, het is een oudere biografie. Het is van Steven Englund. A Political Life. En het is verschenen bij Harvard University Press. Het is heel goed te krijgen tweedehands op Amazon voor weinig geld.
En het is echt een aanrader, want het is iemand met een heel romantisch gedachte. Ik ga een biografie schrijven over Napoleon en hij schrijft een heel erg moeilijk boek over wat het is om een politiek mens te zijn. En het is een moeilijk boek, maar het spreekt enorm tot de verbeelding als je geduldig het geduld opbrengt om het helemaal uit te lezen. Ja. Dank, ik ben blij dat we eindigen met een leestip, zodat we nog een beetje verder kunnen lezen. En ik ben ook blij dat het gesprek niet alleen ging over de romantische held Napoleon, de jongensboekenfiguur, zeg maar. Maar dat we daar eigenlijk ook helemaal niet nog uit zijn, wat we nou met die man moeten en wie hij precies was. Dank Niek Pas en dank aan Jeroen van Zanten. En we gaan nu dan nog even luisteren naar een column van Diederik Burgersdijk. Hij doseert Latijn en oude geschiedenis. En schreef diverse boeken bij Atheneum. En de laatste daarvan was Cornelius Nepos, Macht en Moraal. Maar hij zit klaar met Napoleon op de achtergrond deze bijeenkomst uitluiden met een column. Diederik, aan jou. Napoleon keert altijd terug. Dat was zo in 1815, toen de keizer na een 9 maands verblijf op Elba via de route Napoleon door het zuiden van Frankrijk terugkeerde naar Parijs. En toen hij door de coalitiegenoten opnieuw werd verbannen naar Sint-Helena, bleef de blijde verwachting van zijn terugkeer onverminderd aanwezig. Ook toen zijn dood op 5 mei 1821 bekend werd, werd het verlangen niet gedoofd. U ziet hierachter het sterfbed van Napoleon door Abraham Vinkeles uit het Rijksmuseum hier in Amsterdam. Zelf maakte ik kennis met Napoleon in het paleis van Versailles. Ik zal niet meer dan 1 jaar of 7 zijn geweest toen ik vol bewondering in La Salle du Sacre keek naar een kopie van Jacques-Louis David's Le Couronnement de l'Impératrice Joséphine à Notre-Dame de Paris, le 2 décembre 1804. Napoleon zelf volvoerde het ritueel van de kroning en van de zalving in precies dezelfde houding waarmee hij zichzelf net even eerder tot keizer had gekroond. Ik vroeg mij af hoe het mogelijk was dat een man die zichzelf een kroon op het hoofd zet, door iedereen als keizer werd geaccepteerd. Hier schoot de gedachte wortel voor het proefschrift dat ik later zou verdedigen aan de Universiteit van Amsterdam over de representatie van het Romeinse keizerschap in biografie. Het begon voor mij met Napoleon. In mijn boekje De Sluipwesp bij de Leliën, nog een leestip, schreef ik een hoofdstuk over de identificatie van Napoleon met de grote generaal Julius Caesar, over wiens verovering van Gallië Napoleon het traktaat Précis d'Iker de César had geschreven. Mijn Napoleon-fascinatie is sinds die eerste ontmoeting te Versailles nooit bedaard. Als scholier las ik Simon Vestdijk's Bericht uit het hiernamaals, een roman uit 1963 waarin een gestorven bioloog in een metafysisch geestenrijk onderzoek doet naar de opeenklontering van geesten, vaak rondbekende figuren. Gekken die dachten dat ze Napoleon waren, klitten samen rond de oude keizer en weer een ander gaf zich uit voor keizer Caracalla. Hier maakte ik kennis met het psychiatrisch complex van verregaande Napoleon-identificatie. Het doet me denken aan de opmerking van Harry Mulisch. Het hoogste dat ik kan bereiken is dat er eens een krankzinnige in het gesticht wordt gebracht omdat hij denkt dat hij Harry Mulisch is. Daarop zei zijn vriend Hein Donner, die krankzinnige zul jij zelf wel zijn, Harry. En wat Napoleon betreft bestaat er een heel leger van dergelijke krankzinnigen. In Vestdijk's roman De Hotelier doet niet meer mee, 1968, maken we kennis met monsieur Trublet uit Grenoble, halteplaats op de al genoemde Route Napoleon. Hij stelt in 1820, als Napoleon naar Sint-Helena is verbannen, alles in het werk zijn herberg gereed te maken voor de terugkeer van de keizer. Trublet wordt beschreven vanuit de hoofdpersoon Wolfgang. Ik wist nu dat monsieur Trublet niet alleen verregaand naïef was, maar aan een vorm van waanzin leed, waar tegenover het gezonde mensenverstand volstrekt weerloos was. Als het doodsbericht van de keizer dan arriveert, stuurt Trublet zijn handlangers, Napoleon-fanaten die uit angst voor uitlekking voor het plan ondergedoken zaten, zonder opgaaf van redenen woedend weg. Trublet kan niet verkroppen dat zijn geliefde keizer dood is. Een van mijn nieuwste ervaringen met Napoleon ervoer ik 2 jaar geleden in het Louvre te Parijs, toen ik in een schoolschriftje van de later beroemd geworden schilder Eugène Delacroix
vooral bekend van het schilderij De Vrijheid leidt het volk van de Juli-revolutie in 1830, een tekeningetje van Napoleon te midden van zijn huiswerk Latijn zag. Hij was toen een jaar of 15 en tekende zo'n droedeltje van Napoleon tussen zijn Latijnse stamtijden. Dat moment van verwondering werd later, vorig jaar augustus, nog overtroffen, weer in het paleis van Versailles, dat ik in de dagen van corona had weten te bereiken. Er was een tentoonstelling over de familieleden van Napoleon gaande, en als bij donderslag getroffen stond ik daar plots voor het portret van de Franse schilder Guérin van de moeder van Napoleon. De moeder van Napoleon. Tijdens mijn bijna levenslange bewondering voor de kleine keizer had ik nooit bedacht dat hij ook nog een moeder had. Terwijl zij op de achtergrond, u kunt hem hier zien achter mijn hoofd, terwijl zij op de achtergrond van het schilderij van Jacques-Louis David stond, van de koning van Josephine, en daar in de loge toekijkt. De moeder was daar zelf niet aanwezig geweest uit schaamte, maar Napoleon had haar wel op het doek laten zetten. Napoleon had een moeder, zoals Jezus Christus ook een moeder had, Maria, die haar zoon zag sterven, en Nero, die had ook een moeder, Agrippina, hij vermoordde zijn moeder, en ook Caracalla, wiens moeder, Julia Domna, werd begunstigd met de titel Mater Castrorum, want deze krachtige vrouw moest ook een krachtige titel hebben, dat betekent moeder van het legerkamp. Napoleons moeder heette Maria Letizia Bonaparte, geboren Ramolino. Zij was rond de 20 jaar toen zij haar zoon Napoleone als vierde kind kreeg. Later kreeg zij daarvoor de eretitel Madame Mère, mevrouw moeder. Toen Napoleon naar Sint Helena verbannen was, kreeg zij van een Duitse waarzegster te horen dat Napoleon ontsnapt was naar Amerika. Reden waarom haar arme zoon maar een schamele hofhouding van onbenullige priesters en een onbekwame arts toegezonden kreeg. Napoleon zou toch niet op Sint Helena zijn en hij zou ook wel weer terugkomen. Dus zo'n grote hofhouding had hij niet nodig. Na zijn dood op 5 mei 1821 laaide het verlangen naar de keizer des te sterker op. Als Napoleon naar Elba terug kon keren en Christus ten derde dagen uit zijn graf, dan kon Napoleon er ook wel terugkomen. In de oudheid werden talloze terugkeertheorieën omtrent keizer Nero uitgevent tot het zevende beest van de apocalyps toe. En ook het verlangen naar de terugkeer van keizer Kalla werd alleen maar groter naarmate hij langer dood bleef. Het zijn altijd de bij bepaalde groepen geliefde tirannen die dit verlangen ten deel valt. En deze jaren zal het verlangen ook ex-president Trump treffen in zijn ballingsoord in Mar-a-Lago. En geloof mij, dat zal na zijn dood er niet minder op worden. Zo was het ook met Napoleon. Een half jaar na zijn dood werd hij gesignaleerd in Griekenland in de strijd tegen de Turken. 8 jaar later werd vermoed dat het doodsbericht een monastiek fakebericht was, om de nieuw geïnstalleerde monarchie te beschermen. Het in Sint Helena begraven lichaam zou niet het zijne zijn geweest. Er verschenen ook talloze illustraties van de wederopstanding van Napoleon uit zijn graf met een stralenkrans om zijn hoofd. Hij werd gesignaleerd als priester in Wenen en als opstandeling in de Juli-revolutie van 1830, waarvan we het schilderij van Delacroix zo goed kennen met de tricolore van Frankrijk en zijn moeder. Haar hart werd verscheurd van verdriet in het paleis in Rome waar zij verbleef. En zij zou haar zoon maar liefst 15 jaar overleven. Kort daarna keerde Napoleons lichaam daadwerkelijk terug. Gelegen in 7 kisten van verschillende metalen en houtsoorten die mijn geschiedenisleraar ome Johan in de tijd feilloos wist te benoemen. Sinds jaren draag ik een amulet met mij mee, verworven op de Marché Opus te Parijs, een reproductie op zijde in goudgeverfde lijst van Jacques-Louis David, Napoleon dans son cabinet de travail, en ik heb hem ook in mijn eigen cabinet de travail hangen. Alleen daardoor kan ik de dood van Napoleon verkroppen. Napoleon keert altijd terug en je mag ervoor kiezen om onder andere Napoleon te zijn, zijn kouwenaar. Een echte Napoleon-kenner ben ik nooit geworden, maar wel een Napoleon-gek. Dank Diederik voor jouw column. Heel erg fijn. Er zijn volgens mij nog genoeg Napoleon-gekken met jou. Heel veel dank voor het kijken en luisteren. Ik bedank ook Spui25 en in het bijzonder Jetske Brouwer, met wie we dit programma hebben gemaakt. Het is komende zondag 200 jaar geleden dat Napoleon werd begraven op Sint Helena. Dat graf had geen naam en dat graf is nu ook leeg.
Want in 1840 werd het lichaam van Napoleon naar zijn wens, die hij had uitgesproken in zijn testament, overgebracht naar Parijs, waar hij aan de oevers van de Seine rust. Dat was in 1840, dus dat betekent dat het in 2040, 200 jaar geleden is, dat Napoleon naar Parijs werd overgebracht. Dus ik ga ervan uit dat wij elkaar dan allemaal weer zien. Voor nu heel veel dank en nog een hele fijne avond. Dag.